Samen met de kinderen zijn we tulpenbollen aan het planten. Sommige kinderen zijn druk bezig met de schepjes om gaten te graven voor de tulpen. En we zijn hier namens Christen voor Israël om op deze manier vanuit Nederland onze steun voor Israël te laten zien. En samen met de kinderen de tulpenbollen in de grond te zetten. Zodat ze straks in het voorjaar opnieuw kunnen denken dat er Nederlanders zijn. En christenen in Nederland die Israël steunen en hun liefde uiten voor Israël. Eigenlijk een bosje bloemen die we aan het uitdelen zijn. Het duurt even voor ze komen, maar dan zijn ze schitterend. Recent heeft hier een enorme brand gewoed in deze kibbutz. Waardoor er ook heel veel huizen zijn vernietigd en verwoest. En er heel veel infrastructuur verloren is gegaan. En daar zijn deze mensen nog steeds van aan het herstellen. Het mooie is dat wij als Christen voor Israël met de jaarlijkse tulpentour hier heel warm zijn onthaald. En een klein steentje bijdragen om hier het leven te laten verder gaan. Om het ook meer kleur te kunnen geven. En zoals u ziet, er wordt enthousiast gewerkt aan het planten van de tulpenbollen. In my hands we have the beautiful tulips that will be like in 2 or 3 months much more beautiful. And this is my way to say thank you very much for what you're doing. This is the second year that we are doing it. And I think that we create a friendship that gives this place alive. In 2 months you will see everything in the beautiful colors of the tulip. When you come up to the place, you see them. It gives us really a great feeling that this place is beautiful and color. And we really want to say thank you for what you are doing, because this gives us happiness.